Sinterklaas Conference 2015, lief en love! Mijn grappen zijn soms net Syrische bootvluchtelingen. Ze komen niet allemaal even goed aan, maar... En ik ben nog maar net bezig, hè? Ja. Ik ga alleen al voor deze grap ga ik naar de hel. Absoluut, absoluut. En je gaat allemaal mee. Hey, welkom. Ja, het is, ik vind het een magische avond. Sinterklaasavond. Weet je, je hebt je schoen gezet, je krijgt een zak en cadeautjes. Maar hoe is het verhaal ontstaan? 300 jaar na Christus was er een man in Turkije. Die heette Nicolaas. Die werd op een dag wakker en die zei tegen zijn vrouw: Fatima, ik heb een droom. En Fatima zei: wat is die droom dan? Wat is die droom? Ik wil naar Spanje toe. Spanje. En dan begin ik een snackbar. Ja. Je frikandellen. Oh, wat mooi. En eenmaal in Spanje, dan ga ik een boot bouwen. Een hele grote boot. Grote boot. En die doe ik vol snoepgoed. En met marsepein, pepernoten, chocola, iets met letters. Ik weet niet waarom, ik weet niet waarom. En wat ga je dan doen? Ik ga naar Afrika. En Fatima, ga je de mensen voeren? Ga je ze eten geven? Nee, ze moeten helpen sjouwen. En eenmaal als ik in Afrika ben, dan ga ik de kinderen cadeautjes geven en snoepgoed. En toen zei Fatima: alle kinderen van de wereld! Nee, alleen de Hollandse. En een paar Belgen, want die doen echt alles voor je als je snoep hebt. Ik vind het zo jammer, die hele Sinterklaas, dat hele Sinterklaasfeest, nu met die zwarte pieten. Wat is er nou aan de hand? Donkere mensen zijn beledigd omdat blanke mensen schmink op hun gezicht doen en hun lippen rood verven. En dat zou dan denigrerend zijn naar donkere mensen. Nou ja, prima. Als we dat pad afgaan, vind ik, moeten we per direct clowns verbieden. Meteen. Hé, luister eens. Clowns verven hun gezicht en hebben geen humor. Hoe denigrerend is dat naar vrouwen? Gisteren was er een vrouw die zei: ik vond het een hele leuke show, behalve dat stuk over dat vrouwen geen humor hebben. Vond ik niet zo leuk. Ik zei: nee, precies. Ja. En nu is het idee om het alleen maar blanke pieten te laten zijn. Dan denk ik, ja, dat gaat toch niet werken? Ten eerste vind ik dat veel racistischer. Want dan zeg je dus tegen donkere mensen: je mag gewoon helemaal niet meedoen. Dat is toch veel erger? Maar blanke pieten zie ik ook niet op het dak klimmen en proberen via een schoorsteen naar binnen te komen. Nee, blanke pieten bellen gewoon aan. Ja. En dan wordt er ook open gedaan. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Dan is er nog een idee om regenboogpieten te doen. Dan denk ik, ja, maak er een soort gay pride parade van. Ik bedoel, je hebt al een boot. Je hebt een boot vol mannen die allemaal zingen en dansen. En je hebt één oudere man die zegt: ben jij een stoute jongen geweest? Ja, het kan, het kan. Dan is er nog het idee om gewoon Zwarte Piet zwart te laten zijn. Maar dan zonder al dat goud. En ik denk, ja, wat een kutstreek. Ik bedoel, wat is nou Zwarte Piet zonder goud? Ik bedoel, pak dat ook nog eens van hem af. Dat was zijn enige bezit. En het was al van plastic. Wat een kutstreek. Ik was vorig jaar bij de Sinterklaasintocht en dat was echt fantastisch. Toen werden er 21 mensen gearresteerd. Nou, als jij wordt gearresteerd tijdens een Sinterklaasfeest, heb je het per definitie niet begrepen. En ik wil ook weten, hoe hebben die gasten stand gehouden in de cel? Het is niet dat je zeg maar apart wordt gehouden, hè? Je zit gewoon bij moordenaars, verkrachters, inbrekers. En die bieden altijd elkaar op. Dus altijd, wat heb jij gedaan? Ik kwam die gast tegen, ik dacht gewoon pop, pop, weet je. Gewoon kogel in zijn kop. Wat heb jij gedaan? Ik heb... Dankjewel. Ja,
Ik vond het zelf ook de beste grap, maar... probeer je lach een beetje te timen, lieverd. Als je gewoon de rest hoort, duik er dan in. Dan komt het helemaal goed. Komt helemaal goed. Nee, maar die gasten bieden altijd tegen elkaar op. Dus die anderen van, nou, ik heb het helemaal leeg geroofd. Ik heb het helemaal leeg geroofd. Wat heb jij gedaan? Ik heb mijn wijf verkracht. Ik heb mijn wijf verkracht. Wat heb jij gedaan? Ik heb fuck you geroepen tegen Sinterklaas! Weet je? En die andere gast zegt zo, jij bent echt ziek, man. Kun je het niet maken, dit is een kinderfeest. Kun je het niet maken. Eén zwarte Piet die kwam op skielers. En dat zag er echt fantastisch uit. Alleen heb je in Amsterdam best wel veel tramrails liggen, hè? Ik heb zelden in mijn leven iemand zo hard op zijn smoel zien gaan... als die zwarte Piet. Ik bedoel, zelfs de schmink had zoiets van... hier willen we niks mee te maken. Het spatte van zijn gezicht. Hij zag ook helemaal niet meer waar hij was. Realiseerde zich niet in welke rol hij zat. Dus hij zat echt... ah, godverdomme, kut! Scheid, hoeren, nachtjes! Ah, kut, kut! Nou, kinderen... oh. Piet was even gevallen. Oh. Het was dus een heel klein Amsterdams jongetje. Die zei, nee joh, Piet, volgens mij ben je gewoon kaart op je smoel gegaan. Dat is geweldig, geweldig. Ik vind het zo jammer allemaal, dat het allemaal zo verziekt wordt. Het is toch gewoon een prima feest. Er is helemaal niks aan de hand. Ik doe deze conferentie overigens alleen maar voorpagina nieuws. En als je alleen maar voorpagina nieuws zou hebben gelezen... zou je echt denken dat het fantastisch gaat. Zowel in de rest van de wereld als in Nederland. Wat wij allemaal op de voorpagina hebben gezet dit jaar... is echt niet te geloven. Ik bedoel, Rutte heeft het nieuws gehaald door te zeggen... hey, we zijn in oorlog met IS. Wat hij er niet bij vertelt... is dat op dit moment het Nederlands leger oefent zonder kogels. Want daar is geen geld voor. Ze hebben geen geld voor kogels en ze hebben geen geld voor benzine. Dus onze mariniers, onze elite troepen, die oefenen met pang, pang. Dat is... ja, maar dus ook geen benzine. Dus het is pang, pang in de diep en dan vroem, vroem. Het is echt... verschrikkelijk. We begonnen dit jaar natuurlijk met Charlie Hebdo. En ja, ik ben daar nog steeds van over de zeik. Ik bedoel, 18 mensen zijn doodgeschoten... omdat ze een poppetje hadden getekend... en hadden gezegd dat het een profeet was waar ze niet in geloofden. En dat hebben ze met de dood moeten bekopen. Want we mogen Mohammed niet afbeelden. Ik heb de proef op de som genomen. Een vriend van mij is moslim. En we zaten zo aan de keukentafel en ik zat wat te tekenen. En hij zei, wat teken jij? Ik zeg, Mohammed. Nou, het werd een ijzige stilte. Hij zei, vallen klootzak, mag niet! Je mag profeet niet tekenen, mag niet, mag niet! En ik laat hem een papiertje zien en er stond niks op. Hij zei, ah, je bent vriend, je hebt niks getekend. Ik zei, nee, natuurlijk niet, dat bestaat niet. Nou. Sindsdien is de vriendschap iets, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. We mogen Mohammed niet afbeelden. Ik vind het verwarrend. Maar dan ga je er met McDonald's in en wie is een medewerker van de maand? Ja, altijd een Mohammed, altijd. En ik snap niet helemaal waarom we Mohammed niet mogen afbeelden. Had hij een grote pukkel op zijn neus? Had hij een koortslip? Werd hij gezocht voor een ramkraakje? Waarom mogen we hem niet afbeelden? Kijk, ik zeg niet dat Jezus goed is. Jezus was helemaal van de andere kant. Die kon niet vaak genoeg in beeld zijn. Zal ik met een lammetje anders? Met een lammetje? Ja, dat is wel leuk, joh. Anders... ga je me kruisigen? Oh, mag ik dan in mijn onderbroek? Ik heb een heel goed lijf. Ik heb een heel goed lijf. Zal ik zo hangen? Oh, ik ga dood. Oh, oh. Als je niet mijn goede kant. Oh, oh, oh. Weet je, ik probeer altijd dingen te begrijpen. Maar ik begrijp het niet meer. Ik snap IS niet. Ik snap onze reactie op IS niet. Ik bedoel, het is echt alsof wij in een soort slaapstand zitten op dit moment in dit land. Ik heb wel eens het gevoel dat dit de sfeer moet zijn geweest zo vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn zo totaal met andere dingen bezig. Anders kan het niet zijn dat ik op de voorpagina lees... dat er een hittegolf is in dit land. Een hittegolf in Nederland. Ja, je moet het definiëren, hè, een hittegolf. Een hittegolf in Nederland
is als ze 3 dagen achter elkaar 25 graden warmer is. Wij zijn zo lief. Wij zijn zo lief. De rest van de wereld noemt dat gewoon dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Maar bij ons is het een hittegolf. En wat gebeurt er als er in Nederland een hittegolf is? Dan gaan massaal bejaarden dood. Massaal. Die leggen massaal het loodje. Maar die hebben een soort natuurlijk afweermechanisme. He, het lichaam wordt te warm, ze sterven en dan koelen ze weer af. Supergoed, supergoed. Maar zelfs op de radio zeiden ze, hou je oma in de gaten. Hou je oma in de gaten. Ik denk, die heb ik al lang niet meer gezien. Dus heb ik een zak popcorn gekocht en gewoon even voor de gaan zitten, zo heel de dag. Oma! Kut, ze doet het nog. Ik snap onze politici niet. Als we toch weten dat bejaarden massaal doodgaan bij een temperatuur van 25 graden of meer. Hoe kan er dan nog vergrijzing zijn? Hoe gaat dat? Hoe kan er dan nog iets zijn als wachtlijsten? Hoe werkt zoiets? We hebben allemaal een thermostaat. Ik bedoel, het is 3 dagen stoken en we zijn vrij, mensen. We zijn vrij. In 2015 is het warmste jaar ooit gemeten. Dankzij natuurlijk, ja, Volkswagen. Dankjewel. Dankjewel. Weer hebben Duitsers Europa vol gas geduwd. Weet je, weer. En weer zeggen ze, wir haben es nicht gewusst. Ja, die kennen we nou wel, die kennen we nou wel. Echt waar, voorpagina nieuws. Het kraanongeluk in Alphen aan de Rijn. Dat heeft niet alleen op de voorpagina gestaan, 3 keer achter elkaar. Maar toen 9 maanden niks. En toen weer op de voorpagina, want toen gingen ze de tyfuszooi pas opruimen. Wat hebben ze in die 9 maanden gedaan? Ja, ik ga het niet doen. Ik heb het niet gedaan. Ik ga het niet doen. Nou, wat is er gebeurd? 2 drijvende pontons. 2 hijskranen erop. En een brugdeel van een paar ton. En heel Nederland. Maar waar is het misgegaan? Ik zal het nog 1 keer zeggen. 2 drijvende pontons. 2 hijskranen erop. En een brugdeel van een paar ton. Ik denk dat het daar is misgegaan. Ja, je zag het ook zo baf. Op dat huis verdwijnen. En het enige wat ik dacht was, ja, staat de brug nu open? Of staat die... Het was zo'n komkommertijd. Alles moest er worden bijgehaald. Alles. Want er was verder helemaal niks aan de hand. Tussen de visser die 1 kilometer verderop aan het vissen was. Die op 950 meter na ook bijna was geraakt. Die moest worden geïnterviewd. En de zwager van de neef van de kraanmachinist moest worden geïnterviewd. Want ja, die was ook heftig van slag. Terwijl het enige wat er aan de hand was, dat er 14 mensen konden even niet in hun eigen bed slapen. Dat is alles wat er aan de hand was. 14 mensen konden even niet in hun eigen bed liggen. Nou, ik zat radio te luisteren. Ik denk, straks bellen ze Anouk, die zangeres. Van, nou, Anouk, jij slaapt ook zelden in je eigen bed. Wat vind jij ervan? Zo'n onzin. Het is lullig voor die mensen wiens woning nu onder de brug ligt. Hè? Die slapen niet onder de brug. Maar ik zat later te denken, misschien is het gewoon wel een soort truc geweest van Alphen aan de Rijn. Ja, om het nieuws weer te halen. Ze zijn al een tijdje niet meer het nieuws geweest. Ze werden natuurlijk beroemd door die Albert Heijn-shooting met Tristan van der Vlis. Dat is die supermarkt waar je met al je boodschappen bij de kassa staat en dat dan toch nog iets door je hoofd schiet. Dus die supermarkt. Is het nog te vroeg? Is het nog te vroeg? Joh, die mensen zijn al lang dood, joh. Lekker lachen, lekker lachen. Maar daarmee zijn ze beroemd geworden. Toen dacht ik, ik help ze even. Misschien is het een reclame-stunt, dus dan wil ik ze helpen. Dus voor het geval dat het een marketingtruc is, heb ik een slogan voor ze bedacht. Het is best spannend wonen in Alphen aan de Rijn, want het kan iedere dag de laatste zijn. Ja. Dankjewel voor dat bijna applaus. Dat was echt... Nee, echt top, top, top. Weet je, ik probeer bij terroristische organisaties altijd te denken, oké, ik zal nooit snappen de middelen die ze inzetten, maar ik snap het doel wel. Maar bij IS snap ik het gewoon helemaal niet. Ik snap niet wat die jongens willen. Ik snap niet hoe ze het doen en dat ze het daarmee denken te bereiken. Ik bedoel, ze mogen ook geen drank, hè, dus ik begrijp ze echt niet. Nee, maar dan mag je geen drank.
Je mag wel mannen onthoofden met een bot mes, vrouwen een clitoris afsnijden, mannen in een kooi douwen en in de fik steken. Maar als iemand aan je vraagt, borreltje? Nee, anders ga ik gekke dingen doen. Weet je? Wauw. Weet je, ik hoor er ook zo weinig mensen over. Daarom was ik zo blij dat ik 2 weken geleden zat ik in de metro. En er zaten 2 jongens van een jaar of 13, 14. En dat vind ik zo'n fantastische leeftijd. Want dan heb je een mening, ook al weet je de fok niet waar het over gaat. Maar dat maakt niet uit, want je hebt een mening. En die ene die zei, ik vind dat niet normaal, man. Ik vind het echt niet normaal, weet je. Yes, dat is toch niet normaal? Die gasten snijden gewoon hoofden van mensen af. Dat is toch niet normaal? Maar goed, dat is mijn mening. Alsof het een hele bijzondere mening is waar anderen van denken, vind jij dat? Ik vind dat... Ja, hé, dat is mijn mening, dat is mijn mening. En toen zei die andere, die zei, hey, als ik zo'n IS-strijder zou tegenkomen, ik zou hem echt klappen geven, weet je. Ik zou hem echt klappen geven. Nou, toen ben ik even achter ze gaan staan. En toen wilden ze uitstappen. En toen ze net wilden uitstappen, zei ik, Allahu Akbar! Nou, je had die gezichtjes moeten zien, echt. Kan ik weer 6 maanden op verder, echt fantastisch. Fantastisch. Allemaal voorpagina nieuws waarvan je denkt, wat hebben we eraan? Weet je wat het meest op de voorpagina heeft gestaan? Dit jaar? Nou, probeer eens te raden. Nee, niet Nederlands elftal. Nee, Sale. Sale heeft het meest op de voorpagina gestaan. En Sale is echt het allersaaiste feest ooit. Ook het meest blanke feest, want ik ga er iedere keer weer heen en ik zie nooit donkere mensen lopen. Wat ik ergens ook wel snap, want wij staan daar onze maritieme geschiedenis te vieren. En ja, daar hebben ze geen zin in als de oude vracht. Dus, maar saai, jongen. Iedere keer sta ik er weer en denk ik, ja, er zal nou toch wel een keer iets gebeuren. Er gebeurt nooit wat. Ik denk dat er gewoon nooit een terroristische aanslag zal gebeuren, omdat die gasten halverwege in slaap vallen. Het is echt zo saai. Ik heb het al een aantal keer aan mensen gevraagd, van ben je naar Sale geweest? En 1 keer was er iemand die zei, oh ja, 1 keer, fantastisch, fantastisch. Ik zei, maar wat vind je er dan zo geweldig aan? Grote boten. Ik zei, maar wat is daar dan mee? Ja, weet niet, gewoon groot. En dan zie je er soms eentje achter. En dan, oh, dat vind ik fantastisch. En dan gaat het zo heel langzaam. Zo. Ik zei, maar wat doe je dan verder? Zuipen, gewoon zuipen, ja. Ja. Ik denk, zelfs Jack van Gelder krijgt dat niet interessant, hè? Van, oh, daar komt een grote boot aan, oh, wat is die groot! En er zit er eentje achter, gaat hij hem inhalen? Nee! Hij blijft er de hele tijd achter! Het is zo'n fucking saai feest. Tweede wat op de voorpagina heeft gestaan, het meeste, is de Tour de France. Want de Tour de France kwam naar Nederland toe. En wij deden echt alsof, nou, wat een eer. De Tour de France kwam naar Nederland. Terwijl ik denk, joh, dat is toch al ons feest. Wij hebben toch veel meer fietsen hier. En verdovende middelen, toch? Joh, ik moet eens in Amsterdam met aantal junks op fietsen. Dat is echt wel veel meer dan het peloton, hoor. Echt veel meer. En ik krijg 1 beeld, krijg ik nooit meer uit mijn hoofd. Ik zag op een gegeven moment een wielrenner naar iemand kijken in het publiek hier in Nederland. Moet je je even voorstellen, hè? Je bent vanaf je 6e ben je alleen maar aan trainen. Want je wil wielrenner worden en je laat alles. Je gaat niet naar school toe, want je wil trainen. Of je durft niet naar school omdat je je benen scheert en je geen leven hebt op school. Maar je bent alleen maar trainen. En je gaat nooit drinken, je gaat nooit uit, je neukt pas op je 35e, je gebruikt wel superveel drugs. En op een dag komt iemand naar je toe en die zegt, je zit in de Tour de France. En je denkt, yes, ja, man, ik ga mijn droom beleven. Maar je moet wel even in de buurt van Utrecht starten. Maak toch geen zak uit, ik zit in de Tour de France, ja. En je gaat fietsen. En dan kijk je naar rechts en dan zie je een magazijnmedewerker uit Schubbekutveen in een SpongeBob-pak 50 meter met je meerennen en roepen hup, hup, hup. Nou, daar heb je het dan voor gedaan. En je durft er ook niks van te zeggen, want je denkt dat zal de drugs wel zijn. Ik zie dit niet, dit kan helemaal niet. Weet je wat ook ongelooflijk vaak voorpagina nieuws is geweest? En toen werd ik er echt stil van. Het feit dat Cecile de Leeuw is doodgeschoten. Wauw, dit is de eerste keer dat ik een empathische reactie krijg bij een leeuw. Serieus?
We zijn even de vluchtelingen vergeten, de aanslagen in Parijs, maar een leeuw. Oh. Nou, wat is er gebeurd? Het was een tandarts en die ging jagen in Afrika en die schoot Cecile de leeuw voor zijn kamers. Het verbaasde mij niet. Het verbaasde mij echt niet. Het is een tandarts, een Amerikaanse tandarts notabene. Die gasten die hebben toch net als artsen gewoon een godscomplex. Dus die man die liep in Afrika rond en ziet een leeuw lopen en denkt, ja, hoezo koning van de jungle? Ik bepaal wie hier een kroon krijgt. Baf! Dus het is zo moeilijk. Ik zat later te denken, zou die net als die andere jagers, zou die al die trofeeën zo aan de muur hebben hangen in de wachtkamer? Lijkt me niet lekker in de wachtkamer zitten, je de hele tijd. Ai, ai, ai. En zo'n hele trotse tandarts. Ja, heb ik allemaal doodgeschoten. Ja. Ja hoor. Nee, ik ben echt een dierenvriend. Ja, ja. Ik schiet alles wat beweegt. Ja hoor. Nou ja, ik schiet alleen maar dieren. Eén keer een mens geschoten, maar... Nee, ik mikte op zijn benen. Dus dat... Nee, ik ben er ook niet trots op. Daarom hangt hij ook op het toilet. Dus dat... Het is toch een godswonder dat het nooit eerder is fout gegaan. Die man die zat 2 maanden per jaar in Afrika en schoot alles wat zijn tanden liet zien. En vervolgens was hij weer tandarts. Als hij humor had gehad, dan had hij echt gewoon gewacht tot er zo'n getrouwd stelletje, weet je wel, wat helemaal is uitgeblust, hebben al 20 jaar niet meer geneukt. En dat hij dan tegen die vrouw zei, nou, ik neem eerst uw man mee hoor, ik breng hem zo terug. Nou, gaat u maar lekker zitten, hè? Hoofd achterover, ja, mondje open, baf! En dan heel rustig de wachtkamer inlopen en zeggen, nou, goed nieuws, hij heeft maar 1 gaatje. Ja, ja. En dan zo'n vrouw, wat is hier gebeurd? Ja, volgens mij heb ik een zenuw geraakt. Dat had ik leuk gevonden. Wij zetten op de voorpagina dat Circus Rens failliet is. Dat is voorpagina nieuws in dit land. Dus dan moet ik een Lilliputter, het baas van het circus, moet ik met een getekende traan op de voorpagina van de Telegraaf zien en zeggen, ja, het is afgelopen. Het is afgelopen. We hebben geen geld meer. Ook al die clowns. Ja, we hebben zo'n honger. Geen geld meer. We kunnen geen taartjes meer betalen. Nee, daar had je er niet mee moeten gooien, debiel. Dan had je er eentje in de koelkast moeten zetten. Ja, we hebben geen geld. Hij is zijn fortuin kwijtgeraakt met pokeren. Dan ben je toch een lulletje rozenwater? Je weet toch dat als je de kleinste bent aan tafel, dat iedereen... Ja, dat is... Het is, weet je, het is toch ook een achterhaald concept, het circus. Het circus was vroeger een tent vol mismaakte mensen. Dat was het circus. Dat was de bezienswaardigheid. Nou, dat noemen we tegenwoordig camping. Dus dat, het is achterhaald. Het is achterhaald. En we hebben een paar politici naar huis gestuurd. Ivo Opstelten, Fred Teven. Om een bonnetje, hè? Ik dacht toen echt, Jezus, jongens, het buitenland leest ook kranten. We moeten straks weer op vakantie met z'n allen. Ik ga niet durven zeggen, waar kom je vandaan? Holland! Holland! Weet je, een bonnetje, dat is toch een heel hoog Bassie en Adriaan gehalte, dit. Drommels, drommels, drommels! Het bonnetje! Dat je denkt, wat de fuck? Ik zou alleen al in een kledingzaak gaan werken in de hoop dat Ivo Opstelt een dag een broek komt kopen, dat hij hem op de toonbank legt, dat ik hem aanpak en zeg, nou, je kan hem nog ruilen hoor, binnen 2 weken, als je het bonnetje hebt. Gewoon om hem te zien knakken. Gewoon om hem te zien knakken. En dan hebben we nog Loek Hermans naar huis gestuurd. Die bleek 25 bijbaantjes te hebben, Loek Hermans. 25 bijbaantjes. Dus de volgende keer als je denkt dat vluchtelingen je banen afpakken, nee hoor. Dat is Loek Hermans. Dat is ook zoiets. Wij doen over vluchtelingen echt alsof het een soort sprinkhanenplaag is. Hè? Wij zien alleen maar van, oh, ze komen allemaal deze kant op. Het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. Moet je je even voorstellen. Je bent uit Syrië gevlucht. Het is op dit moment in Syrië zo erg dat die mensen denken, Griekenland, dat lijkt me een lekker land. Nou, dan moet het daar wel volkomen kut zijn hoor, echt. En dan heb je dagen in een boot gezeten. Je ziet eindelijk wal. En je denkt, oh, ik heb het gehaald. Dank je wel. Ik weet niet waar ik het aan te danken heb, maar dank je wel. En een Griek, die reikt je eindelijk een helpende hand. Je denkt, oh man, dank je wel, dank je wel. En je wil de hand vastpakken. En dan zegt die Griek, heb jij misschien een eurootje voor me? En ja, wij hebben hier niks. Dus ik dacht, misschien dat jij iets hebt. Mag ik jouw boot? Want wij willen hier graag namelijk weg.
En dan heb je via Griekenland, kom je eindelijk in Europa. En van Griekenland ga je naar Duitsland en van Duitsland ga je naar Nederland. En dan kom je uiteindelijk in een gemeente terecht als Apeldoorn of Amersfoort, waar ze nu een programma hebben gestart, dat je, als je een avondje niks te doen hebt, kan je met een asielzoeker gaan eten. Die haal je dan op het asielzoekerscentrum en dan, dat moet toch fantastische tv zijn, lieve mensen. Daar moeten we echt reality tv van maken, echt waar. Zo'n getrouwd stel, zo'n Henk en Miranda. Ja, ik vind Miranda absoluut de kutste naam die ooit is bedacht. Henk en Miranda. En dan zo'n Miranda die van toet of blazen weet en de hele tijd... Heb je het vlees voorgesneden? Ja? Je moet ze geen mes geven, hoor. Hallo? Hallo? Hoe was je vlucht? Oh, nou, hoef je niet meteen te huilen. Had je veel vertraging? Had je veel vertraging? Hadden wij ook een keer, toen wij het Benidorm kwamen. Hé, maar wil je een lekker wijntje? Wil je een lekker wijntje? Hè? En dan zo'n man, nee, ik drink geen alcohol. Je wil ook echt niet integreren, hè? Nee, je wil het gewoon niet. Nou, is het niet goed schiks, dan wel kwaad schiks. We gaan even tv kijken. Zo, dat zijn de toppers. Dat is cultureel erfgoed in dit land. Gaan we even door? Dat is Barbie. Ja. Yeah. Zij is een voorbeeldfunctie voor jonge vrouwen in dit land. En een uithangbord voor ieder zonnebankcentrum. Kijk, en dat is Boer zoekt vrouw. Ik hoor dat jij nog je vrouw en kinderen zoekt, toch? En dan zo'n man, mag ik alsjeblieft wat alcohol nu? Alsjeblieft wat alcohol. Zie je wel, het kan wel, het kan wel, het kan wel. Weet je, ik krijg dat beeld maar niet uit mijn hoofd van die vrouw die... Oh, dikke been mee, dikke been mee. En toen lag ze op de grond, oh, dikke buik, dikke buik. En bam, YouTube hit. Weet je, er zijn twee gemeentes in Nederland die kunnen zeiken over asielzoekers. Dat is Amstelveen, want je gaat geen asielzoekers naast een orthodox-Joodse wijk doen. Dat ga je gewoon niet doen, want dat ligt elkaar niet zo. En dat Oranjedorp. Ja, daar wonen 150 mensen en dan krijgen ze 1400 asielzoekers. Ik hoop dat die asielzoekers een beetje gevoel voor humor hebben en dan door dat dorp gaan lopen en dan bij iedere... Oeh, een blanke. Ja, dat zou ik leuk vinden. Weet je, ik heb een soort tik. Ik ga dingen opzoeken op internet. Die worden gecensureerd op het NOS-journaal. Ik ga dan bijvoorbeeld onthoofdingsfilmpjes opzoeken. En blijkbaar ben ik niet de enige. Want ik zag op een gegeven moment op een website dat er heel veel filmpjes achter elkaar stonden. En daar zat reclame voor. Nou, dan ben ik blijkbaar niet de enige. Want bij zoveel hits gaan ze er reclame voor doen. En een van de reclamefilmpjes was een middel tegen migraine. Dat vond ik briljant. Hoofdpijn en dan... Alaikbar, alaikbar. Hoe bizar ook, hoe snel zoiets went. Dat vond ik schrikbarend, hoe snel zoiets went. Ik kan niemand meer in een oranje tenue zien. Of ik denk aan dat soort afschuwelijke beelden. Dat had ik zelfs bij het Nederlands elftal. Ja. Maar dan bedoel ik gewoon de wedstrijd. Kijk, dit vind ik het beste voorbeeld van Love and Love. Dat gewoon nu de zaal afhaakt. Nu heeft iedereen gewoon zoiets, ja, nou ga je te ver. Nee, dit vinden we echt niet leuk. Ik bedoel, aanspoelende kinderen vinden we grappig. Afgehaakte hoofden is leuk. Maar jij gaat nu echt te ver, jongen. Het Nederlands elftal heeft niet eens gespeeld door de terreurdreigingen. IS zou een terroristische aanslag gaan plegen. En ik geloof er geen zak van. Als IS ons echt pijn wil doen, laten ze ze gewoon spelen. Dat doet ons veel meer pijn. Weet je wat nog meer voorpagina nieuws is geweest? Voorpagina, let op, hè. Hockeymeisjes die stiekem zijn gefilmd in de kleedkamer in Wassenaar. Niet eens een van de prinsesjes die naakt in beeld was, maar gewoon
random amateur hockeymeisjes. Nou, we hoeven het er niet over te hebben of het niet walgelijk is of niet. Dat snappen we allemaal, maar hoort het thuis op de voorpagina? Ik dacht meteen, ja, natuurlijk word je gefilmd in een kleedkamer. Je bent een amateur. Duh. Ja, het is eerst superveel trainen en dan gaan we je een keer op het veld filmen. Maar dat is een hele weg erheen, hè. Daar kom je niet zomaar. Ik dacht ook meteen, een hockey is toch ook gewoon door een man bedacht? Er is toch geen vrouw die ooit zinnig bij de hoofd was en dacht, ja, dat is een leuke sport voor ons. Dat is toch gewoon een hele geile gast die Henk heette. En een groep vrouwen zag en dacht, oh, dat is lekker. Hallo. Ik heb een sport voor jullie bedacht. En die vrouw, echt waar, echt waar, echt waar. Ja, blijf maar lekker springen. Oké, spelregel 1. Jullie krijgen allemaal een heel kort rokje aan. Maar waarom, waarom? Ja, dat zijn de spelregels. Hallo. Die kan je niet nu al in twijfel gaan trekken. Maar het leuke aan het spel is, jullie krijgen allemaal een hele dikke staaf in je hand. Die kan je lekker met je beide handjes zo vastpakken, zo. He? Met zo'n ronding aan het eind, he? Van hardhout. Maar die stok maken we dan net te kort, zo. Zodat je allemaal lekker met dat korte rokje, zo, ja. En dan noemen we een witte bal en dan doe je baf. En dan ga je heel hard achter de bal aanrennen. Leuk, hè? En het dikkertje daar gaat op het doel, ja. Onherkenbaar. Met tralies voor de hoofd, ja. Zodat ze niet tijdens de wedstrijd ook gaat eten. Zo gaan we het doen. Zo gaan we het doen. Weet je wat ik dan wonderlijk vind? Iets wat ik dan op de voorpagina zou verwachten. Dat haalt het dan net niet. Of maar één dag. En dan heb ik het erover dat één provincie op dit moment aan het trillen is, hè, lieve mensen. Groningen heeft last van aardbevingen. Nou ja, je kan het een natuurramp noemen, maar dat is het niet helemaal. Want we halen al het gas eruit. Dus er zit nu een hele grote open ruimte onder Groningen. En je ziet nu al mensen denken, oh, daar zouden we een asielzoekerscentrum gewoon... Ah, nee, daar hebben ze natuurlijk geen wifi. Kut, kut, kut. Maar waarom haalt dat dan niet de voorpagina? Is dat de macht van de NAM? Is dat omdat we ze niet verstaan? Of is het gewoon de nuchterheid van de Groninger zelf? Ik zag er een aantal weken geleden eentje geïnterviewd worden. En toen dacht ik, ja, als het jou niet interesseert, dan mij ook niet, hè? Nee, maar die stond echt zo voor zijn huis en die zei, ja, dat is niet leuk. Kan ieder moment instorten. Ja, het is niet leuk. Ja, dat is mijn huis. Ik kan zo inzorgen. En die interview mensen toch verschrikkelijk, meneer? Ja, het is niet leuk. Maar ja, ik heb nog hoop. Mijn vrouw zit er nog in. Ja. Zijn hier trouwens, dit is een heel link onderwerp. Maar wat wel de voorpagina's heeft gehaald, is dat er een serieuze motorbendeoorlog aan de gang is. Heb je hier in Breda, heb je hier motorbendes? Heb je hier chapters? Ja? Welke heb je hier? Satudara. Ik heb die documentaire gezien. Was geen kinderachtige documentaire. Ik vind altijd fantastische argumenten dat ze zeggen, hey, luister, dat er een paar mensen een strafblad hebben, zegt niks over de organisatie in zijn geheel. Hè? Nou, dat klopt. Maar als ze nou allemaal een strafblad ik weet het niet. Kijk, ik ben ze een beetje gaan observeren. En wat mij opvalt is dat 9 van de 10 motorbendegasten, die zijn gewoon hele dikke, vatsige gasten. Nee, maar die hebben op een dag gedacht, ja, ik ben niet stoer zo. Ik moet iets verzinnen. Als ik nou zo'n legiletje aan doe, ja. Dan koop ik een zundap. Ja! En die fok ik helemaal op. Ja! Terwijl het enige wat je ermee aantoont is... Ja, ik pas niet meer in een auto. Dat is het enige wat je laat zien. Weet je wat ik alle vrouwen hier wil vragen? Doe dit nou, alsjeblieft. De volgende keer dat je op een terras zit. Want ze zijn altijd op zoek naar mensenmassa's. Hè? Altijd.
Want ja, anders ben je de enige die het last heeft van die tyfusherrie. Dus ze zijn altijd op zoek naar mensenmassa's. Nou, wat doe je? Dan zit je op een terras en dan kijk je een beetje zo om je heen. Wedden dat je er ergens eentje wel ziet en die is ontzettend zijn brommer aan het poetsen en een beetje moeilijk aan het doen. Nou, wat doe je dan als vrouw? Dan sta je op. Je doet je tieten naar voren. Je kijkt geil. Of jouw invulling daarvan. Dat kan ook. Hoi. Is die van jou? Ik vind dat best wel opwindend, weet je dat? Nou ja, dat leren giletje, dat komt dan zo helemaal terug in het zadel. Dat is ook leer. Weet je wat ik helemaal opwindend vind? Als je zo heel hard optrekt. Zo. Hoe stoer zo'n gast ook is, dan is hij meteen, ja, serieus? Wat vind je daar zo opwindend aan dan? Dat je dan weg bent. Weet je... Kijk, om aan te tonen, de motorclubs om aan te tonen dat ze echt gewoon hele goede burgers zijn... nemen ze iemand als Willem Holleder als president van No Surrender. En ik weet niet of je de opname... Heb je de opnames gehoord van Willem Holleder? Dat hij even met zijn zus aan het bellen was. Zijn zus heet trouwens Sonja. Dat zeg ik erbij, omdat hij de consequent kankeroer noemt. Maar ze heet Sonja. En hij zegt echt fantastische dingen tijdens het gesprek. Hij zegt op een gegeven moment... Bram Moskowitz is de laatste Jood die mij ooit gaat besodemieteren. Dat is toch een fantastische uitspraak als je eigen bijnaam de neus is. Ik vind dat zo leuk. Ik vind sowieso Willem Holleder, vind ik zo'n lulletje rozenwater. Dat is dan onze topcrimineel. Onze topcrimineel, Willem Holleder. Die dan echt zegt, weet je, ik wil mijn zus laten vermoorden. Mijn ex-vrouw, Peter R. de Vries. Daar baal ik, ja... Hadden we daarna toch ook kunnen aanhouden. Maar goed... En nog vier anderen. Maar ja, weet je, ik zag staan ex-vrouw. Ik denk, wat zullen we nou krijgen? Ja, je moet weten van mij, bij mij gaat het heel de dag door, hè? ADHD dus. Brrr. Dus ik zie staan ex-vrouw. Ik denk, wacht even. Dan is het ook zo ooit zijn vrouw geweest. Ach, man. Gaat heel de dag door. En, nee, maar mag ik vragen, als je getrouwd bent, hè, met een man... die mensen omlegt, bedreigt, chanteert, ontvoert. Wat is dan het moment dat je privé denkt? En nou ga je te ver. Wat is dat moment? Is het, ja, nee, hij loog zo vaak. Dan zei hij, ik ga iemand omleggen. Ging hij gewoon naar het café klaar voor jassen. Ik kan er niet meer tegen. Het is niet de man waar ik ooit verliefd op ben geworden. Hij wilde 9 mensen laten omleggen. Ik zie dan altijd zo'n soprano-scène voor me. Dat hij zo iemand op een stoel neerzet. En hem eerst even gaat vertellen waarom hij hem zo meteen gaat vermoorden. Dus zo... Heb jij drugs van mij gestolen? Huh? Dit is niet zo netjes, hè? Nee, daar heb jij mij mee gekwitst. Ja? Nou moet ik jou dus liquideren. Denk je dat ik het leuk vind om jou te liquideren? Nee, dit vind ik niet leuk. Dus dan moet ik iemand gaan bellen die dat wel leuk vindt. Ik altijd als ik Willem Holleder zie, dan denk ik... die gast die moet toch net als wij ook last hebben van muggen 's nachts. Die moet toch ook gewoon met een krant in zijn poten en zijn witte onderbroek. Ik pak je! Je staat op de lijst! Dat kan toch niet anders? Sowieso. Ik zag 3 weken geleden zag ik een Hells Angel... of een van die gasten uit Limburg op het journaal. Dat is niet makkelijk om dat serieus te nemen, hoor. Echt niet. Zie je een gast die zo fucking breed is, leer giletje, overal tato's. Jij bent een nieuw clubeus, hè? Ja. Nee, we hebben een nieuwe chapter begonnen, hè? We hebben allemaal Harley Davidson, hè? Dan gaan we rondrijden, zo, hè? Met de brothers. Ja, dat is leuk. Dat is leuk, hoor. Ja, leuke club, leuke club. Zit er maar uit te lachen. Schiet zo'n koor door de kop, hè? Dat je denkt, ja, ik word zojuist bedreigd, maar waarom pis ik dan in mijn broek van het lachen? Dat klopt niet helemaal. En toch het meest bizarre vliegtuigongeluk uit de geschiedenis. Germanwings. Überhaupt de gedachte
dat je neerstort met 150 Duitsers. Je wil in paniek raken, maar ja, die gasten blijven tot de allerlaatste seconde dodelijk kalm. Wat is er gebeurd? Piloot, co-piloot zit in de cockpit. Piloot gaat even plassen. Piloot wil weer naar binnen, komt er niet in. Ja, co-piloot depressief. En die denkt, ik niet gelukkig, niemand gelukkig. Toen dacht ik wel, als je zo naar beneden gaat, is Germanwings de enige maatschappij waarin je dus economy boekt en uiteindelijk toch nog business class zit. Ja! Weliswaar maar heel kort, maar toch. Zoals een hoopje mensen zo op de cockpit. En zo'n stewardess als een NS-conducteur, achterin is nog plek. Weet je? Wat bleek later, de co-piloot was depressief. Toen dacht ik, misschien was het wel de schuld van een psychiater, hè? Je weet het niet. Dat de psychiater gewoon zei, joh, je bent hartstikke depressief. Je moet gewoon lekker de berg in. Je weet het niet. Je weet het niet. Ik merk gewoon, ik ben er te cynisch voor. Het is namelijk niet zo'n heel goed idee om met z'n allen op 10 kilometer hoogte te gaan zitten. Het is gewoon niet zo'n goed idee. Kijk, met z'n allen zo in een afgesloten ruimte, niks aan de hand. Als er iets gebeurt, kunnen we zo weg, niks aan de hand. Maar op 10 kilometer hoogte, niet zo'n goed idee. Ik zou de telefoon niet moeten opnemen, hoor, bij Germanwings. Echt niet. Dat zo'n vrouw, is er al nieuws van mijn man? Leeft hij nog? Wat denk je zelf? We weten dat hij is ingestapt. Tussen de deur dicht gegaan. Ja, toen zijn ze opgestegen en toen heel erg snel gedaald. Dus hij is of dood, of, ja, gered door Barba Papa. Ja, er werd een vliegtuig, je kwam naast het vliegtuig, trok hem eruit, werd een parachute. En toen zei ze zo heel langzaam zo, oh, krijg een andere lijn. Nee, hij is toch dood, ja. Barba Papa heeft hem laten vallen, ja. Ik dacht wel meteen, een piloot die gaat plassen en een co-piloot die ramt er in een berg. Dat was nooit gebeurd als er twee vrouwelijke piloten waren. Vrouwen gaan altijd samen plassen. Het was nooit gebeurd. Nooit. Daarbij moet je eerst kunnen opstijgen voordat je neerstort. Dus het was gewoon nooit gebeurd. Ik wil wel weten, heeft hij het vaak geprobeerd of was het na twee keer kloppen? Nou, dan niet! Jongen. Oh, zo irritant. Oh. Altijd hetzelfde. Dan naast de passagier gaan zitten. Mag ik jouw pinda's? Oh. Oh, zo irritant. En ineens zit je in een duikvlucht naar beneden en die passagier. Wat doet die piloot nou? Die eet zijn pinda's op, dat zie je toch? Wat zou je doen als je nog 20 seconden te leven hebt? Dat is wat mij fascineert. Wat zou je doen? Nou, ik denk als ik in een vliegtuig zou zitten en ik zou weten dat ik nog 30 seconden te leven heb, zou ik meteen een sigaret opsteken. Dat is het eerste wat ik doe. Wat wou je dan nog tegen me zeggen? Dit is heel slecht voor je gezondheid. Ik zou een willekeurige vrouw vol bij de tieten grijpen. Ja, wat? Geniet er nou nog maar van, hè? We zijn er straks niet meer. Ja. Pff, weet je? Maar ik zou ook proberen om de voice recorder te halen. En iets in te spreken wat niemand begrijpt. Zodat die onderzoekers tot in het bejaardentehuis. Wat zouden ze toch bedoelen? Dus iets in de trant van de vulling van de appeltaart is geel. Zodat je die gasten fuckt tot in het bejaardentehuis. Wat zouden ze toch bedoelen? Wat zouden ze toch bedoelen? Even een kort vraagje. Hoe heet dat mannetje ook alweer wat spullen in je ogen strooit? Zodat je gaat slapen? Klaas Vaak, nee, ik bedoel Bill Cosby. Ja. Dat is mijn nieuws. Bill Cosby is de held van iedere comedian. Dat is de grootste comedian aller tijden. Hij is nu 79 en de teller staat op 41 vrouwen. Hij heeft 41 vrouwen gedrogeerd en verkracht. En hij doet ook nog steeds shows, hè? Van soms wel 3 uur. Wat ik echt briljant vind. Want de helft van je publiek valt in slaap, kan je ze neuken. Het is geniaal. Geniaal. Maar ik dacht, zou ik het kunnen? Zou ik een vrouw kunnen drogeren en verkrachten? Want misschien hoort het bij het vak. Maar is het een memo die ik even niet heb gehad? Nee, maar zou ik het kunnen? Zou ik een vrouw kunnen drogeren en verkrachten? Nou, als ik vanavond naar de eerste rij kijk, nee. Nee. Echt niet. Nee. Nee, ook niet als je mij drugs geeft, dan ook niet. Nee. Nee, maar ik zou het überhaupt, ik zou het niet kunnen.
Ik zou nooit drugs kunnen weggeven. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Sinds ik ben gestopt met drank en drugs, lees ik de Quest. Want in de Quest staan allemaal wetenschappelijke feitjes. En iedere keer als een gesprek doodvalt, en dat gebeurt nu na 4, 5 minuten, kan ik er even een wetenschappelijk feitje in gooien. En het laatste wat ik heb gelezen, dat wilde ik je graag meegeven, is dat in ieder mensenleven, krijg je in je slaap 14 spinnen in je mond. En 2 keer de lul van Bill Cosby. Dat is bij iedereen. Dat is bij iedereen. In de Quest stond ook dat varkens zijn de slimste dieren van het hele dierenrijk. Wist je dat? Ja, ik had het kunnen raden. Want ik dacht, ja, natuurlijk. Het is de enige diersoort die het ooit voor elkaar heeft gekregen om niet 1, maar 2 wereldgodsdiensten wijs te maken dat ze niet rein zijn om te eten. Fucking geniaal. Het Joodse volk keek ernaar en dacht, nee, daar maken we een spaarvarken van. En Mohammed, en daar bedoel ik niet de profeet, nee, gewoon een gast die Mohammed heeft. Ik wil niet dood. Dus, maar die liep over een weiland en die zag voor het eerst van zijn leven varkens. En die varkens zagen voor het eerst de mens. Dus die gasten zijn natuurlijk de tyfus geschrokken. Stenen varken heeft gezegd, oh kut. Maak gekke geluiden. Zoiets, ja. Goed zo, dan ga ik in mijn eigen stront rondrollen. Doorgaan. En Mohammed zag dat smerig, gaan we niet eten. Zo is het gegaan. Weet je wat ik een briljant voorbeeld vind van Lief en Laf? Er was een vrouw op vakantie gegaan naar Tunesië met haar man. Het waren er 39 mensen voor een kanus geschoten. 39. Waardoor zij eerder terug moest komen van vakantie. En dat was het probleem. Voor die vrouw waren die 39 mensen niet zo'n probleem. Maar dat zij eerder terug moest komen van vakantie, dat vond ze verschrikkelijk. Echt waar, ze werd gefilmd op Schiphol, landde ze. En ze kijkt recht de camera en zegt, ja, zo'n stelletje terroristen verziekt toch je hele vakantie. En niet alleen onze vakantie, maar van heel veel andere mensen ook. En voor de mensen die zijn doodgeschoten is het ook niet leuk. Als derde was dat, hè? Nog een voorbeeld van Lief en Laf, wat ik misschien nog wel lief en laffer vind. Er was een peut aangespoeld. En heel Nederland, we moeten iets doen, dit kan zo niet. Binnen 24 uur deed Maurice de Hond een peiling en wilde 2/3 van Nederland de grenzen sluiten volgens Schengen. Dat is binnen 24 uur, hè? Van, maar niet hier. En weet je, wij kunnen ons niet eens voorstellen wat er in Syrië gebeurt. IS heeft een soort geweldspiraal zitten die in. Daar kunnen wij ons niet eens iets bij voorstellen. Ze hebben zelfs hun eigen munteenheid nu, hè? IS slaat zijn eigen munten. Ik heb zo'n munt gezien, ik dacht, er staat niet eens een hoofd op. Ik bedoel, daar hebben ze er nog superveel van liggen, dus wat is het probleem? Maar wij hebben echt geen idee. We zijn alleen maar met onszelf bezig. Alleen maar met Seel, de Tour de France, Rutte. Wanneer heb je Rutte het meest in het nieuws gezien? Met Sesamstraat. Dat is onze minister-president. Die moet nog met Poetin gaan praten, hè? En Poetin tegen hem zegt, I heard you have trouble with neighborhood. Huh? Those are terrorists. Huh? You want me to kill? You want me to kill in a minute? Bert Ernie, those are terrorists, hè? A sleeper cell. Ja, yeah, ja, yeah, I know. En alles is symboolpolitiek. Alles. Ik ben cynisch sinds ik 5 jaar geleden ben ik naar Nigeria gegaan. Ben ik gevraagd door Shell om te spelen voor expats in Nigeria. Ik wist niet, maar Nigeria is het 4 na rijkste olieland van de wereld. En ik heb niet 1 verharde weg gezien. Niet 1. Ik landde, ik kreeg 4 man security om me heen. We gingen 1 zandpad af. Ik zag op een gegeven moment links een lijk liggen. En ik, jongens. En die gast, ja, die lag er op de heenweg ook. Ik zei, oh, dan heb ik niks gezegd. Ik dacht dat hij er net lag. Na 2 weken gingen we weer naar het vliegveld. Hoe lag het lijk er nog steeds? Ik heb die mensen helemaal stijf gescholden. Helemaal verrot gescholden. En aan het einde van de voorstelling kwam er een gast naar me toe en die zei, weet je wat jij niet snapt? Als wij het niet uit de grond halen, die zwartjes die doen het niet, hoor. Dat is zoals wij denken dat Afrika voor ons dient te zijn eigenlijk.
Afrika staat, ja, zeg maar, in onze dienst. Kan iemand me dan uitleggen, waarom gingen we dan ebola bestrijden in Afrika? Waren we bang dat er eentje wel geld had om een vliegticket te kopen en hierheen te komen? Was het wetenschappelijk interessant? Of dacht op een gegeven moment iemand, waarom gaan die negers niet meer dood van de honger? Wat is er aan de hand? Wat, ebola? Verdomme! Nou, gaan we ebola bestrijden, zodat ze op dit moment gewoon weer doodgaan van de honger. En iedereen denkt, hè, alles is weer zoals het hoort. Als ik naar Afrika kijk, dan denk ik, God heeft echt een pleurishekel aan Afrika. En aan Afrikanen. Ik denk dat zijn zoon ook nooit is, zijn vader een beetje tot de orde roept van, pap, wat ben je nou mee bezig, joh? Wat ben je aan het maken? Wat? Ja, gewoon een ideetje had ik. Ik noem het ebola. Is dat niet weer voor Afrika, hè, papa? Nee. Ja, natuurlijk wel. Daar oefenen we toch altijd op. Waar zit jij met je hoofd? Pap, je hebt die mensen al aids gegeven. Malaria. Cholera. Het is toch wel een keer genoeg? Nou, blijkbaar dus niet, hè. Ze zitten er nog steeds. En iedere kerst, zingen we met z'n allen. Do they know it's Christmas time at all? Nee! Weet je waarom niet? Omdat 60% van Afrika is moslim. Die weten niet wanneer het kerst is. Interesseert ze ook geen reet wanneer het kerst is. Die mensen hebben al 60 jaar niks gegeten. Die willen weten wanneer de Ramadan stopt. Weet je waar ik mijn hoop op heb gevestigd, is de moslimvrouw. De moslimvrouw is degene die de revolutie echt gaat inzetten. Moslimvrouwen zijn krachtige vrouwen. Anders krachtig trouwens dan Nederlandse vrouwen. Want Nederlandse vrouwen zijn vaak heel krachtig, maar hebben altijd een homovriendje nodig naast hen. Moet je maar eens op letten. Nee, toen dacht ik zelf ook, hey, ik ben een sterke man, dan mag ik een eigen pot. Dat, toch? Dat vind ik wel. Ik wil mijn eigen huispot. Ik wil ook gewoon 's ochtends voor de kast staan en denken, ja, ik weet het even niet. Wordt het een pakdag? Wordt het een jeansdag? Dat je dan gewoon kan roepen, Gerda! Ja, die wil natuurlijk liever Ger genoemd worden. Ger! En dat is dan zo'n bloedzagrijnige, dikke, vatzige vrouw met kort haar en een tuinbroek, zo je slaapkamer in kon sloffen. Van Nelle draait en zegt, trek gewoon iets aan, jongen. Dat lijkt me zo geweldig. Maar moslimvrouwen. Kijk, wij kunnen als Westerlingen, vind ik, niet zeggen dat een hoofddoekje staat voor onderdrukking. Als zij namelijk zeggen dat het geen onderdrukking is, wie zijn wij dan om te zeggen dat dat wel zo is? Maar wat ze er wel altijd bij zeggen is, ja, anders zijn we aanstootgevend voor mannen. Denk ik, maar bij wie ligt dan het probleem? Moeten moslimmannen dan geen kleine oogklepjes op doen of zo? Of een zwart balkje, hebben ze sowieso vaak. Gewoon een zwart balkje, gewoon zodat je met je poten van vrouwen afblijft. 2 weken geleden liep ik op straat en ik zag een hele dikke, volgens mij Marokkaanse vrouw. Maar echt zo dik, net een glasbak. Echt super dik. En naast haar, wat ik denk dat haar dochter was. 22, geen boerka, geen hoofddoek, niks. Lekker wijf, jongen. Ik denk, wat klopt er hier niet? Waarom heeft die überhaupt iets? Ik bedoel, er gaat echt niks gebeuren. Maar echt niet, zeg maar. Ik denk, ja, ik kan nu blijven nadenken, maar ik kan ook even gewoon vragen. Ik zeg, dikke mevrouw, mag ik u even... waarom heeft u... Ja, ik snap dat u alleen maar een spleet heeft. Dan kan u precies zien wat u allemaal niet mag. Maar waarom heeft u... Of laat ik het anders zeggen. Uw dochter... Maar u... Nee, ik bedoel niet mijn hoofd eraf, maar gewoon, gaat niet gebeuren. En toen zei ze, en dat had ik niet verwacht... Ja, daar heb je gelijk in, maar je denkt toch niet dat ik herkenbaar naast zo'n hoer ga lopen? En toen dacht ik, ja... Van je moeder moet je het hebben, ja! Ik hoop echt dat we een andere mindset tegemoet gaan, hè.
Want ik zie het echt fout gaan. Wij zitten echt in een mindset alsof er niets aan de hand is en niks kan ons raken. Terwijl ik denk, hey, de kans op een aanslag hier in Nederland is echt best wel klein. We hadden er bijna eentje. Maar dat bleek een debiel te zijn, die Tarek Z. Die liep zomaar het 8-uur-journaal in. IS heeft nog nooit zo snel iets ontkend. Van, hey, wij kennen die gast niet, hè? Nee, hier weten wij niks van, hier weten wij niks van. Maar het kan zo... En onze mindset is zo, ik begrijp dat niet. Misschien is het wel het toontje van de NOS. Kijk, het is toch staats-tv, hè, de NOS. Dus altijd als je het kijkt, dan is het zo educatief. Een gemiddeld journaal zegt, hallo! Oh, er zijn allemaal erge dingen gebeurd, het is zo erg! Het is zo erg! Nou, we gaan naar iemand ter plaatse en die gaat ons vertellen hoe erg het is. Hallo! Ja, hallo, ik sta ter plaatse, het is zo erg! Het is zo erg, ik ga nu iemand interviewen, die heeft het net meegemaakt. Wat erg, hè, meneer? Ja! Het was verschrikkelijk, het is zo erg! Nou, je hoort het zelf terug naar de studio. Nou, mensen, wat was het erg! Wat was het erg nu naar het weer? Hopen dat dat beter is. Nee! Nee, het is zo erg! Het is heel warm en hittegolven. Mijn zonnetjes zijn op. Nou, dat is de NOS. En laatst ook weer. 2 weken geleden was er weer iets aan de hand in Nigeria. Boko Haram had weer iets geflikt. En die zijn minimaal even gewelddadig als IS. En dan gaan ze het erover hebben. Dan zie je zo'n kaart op de achtergrond. En dan gaat er een pijltje naar Nigeria toe. Nou, ik word daar agressief van. Denk je nou echt dat ik een Mongool ben? Nigeria? Het is toch boven Canada? Nee! Zegt de NOS dan. Nee! Ligt daar, Afrika! Oh, dankjewel, NOS! Dankjewel! En toen gingen ze hem. En toen lieten ze de hele wereldkaart zien. De hele wereld lieten ze zien. En toen had ik voor het eerst in mijn leven de gedachte. Hoe kan het dat in alle landen waar het echt warm is, leven alleen maar donkere mensen. Niet een paar, dan is het toeval. Het is ook niet een trend dat het net zo is. Het is altijd zo geweest. Dus zou je dan kunnen zeggen dat er een relatie zit tussen klimaat en huidskleur? En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Zwart trekt warmte aan. Daarom wordt het in Nederland steeds warmer. Dat is... Dat is niet het milieubeleid, dat is het asielbeleid. Of een tijdje hoor je Geert Wilders ook niet zeggen, vol is vol, maar het is warm genoeg, echt waar. Ik wou je een verhaal vertellen tot slot. Ik kom uit Gran Canaria. En mijn broer Emilio ook. En op een dag, toen we nog daar woonden, maakte mijn moeder me wakker, midden in de nacht, om 4 uur. En ze huilde. En ik dacht, waarom huilt ze? En zei ze, doe gewoon wat ik zeg. Dus ik deed gewoon wat ze zei. En zei ze, kleed je broer aan. Dus ik kleedde mijn broer aan. Ik kleedde mezelf aan. En met die kleren die ik toen aan had, zonder koffer, zonder speelgoed, zijn we in het holst van de nacht gevlucht. Want mijn opa was een van de kolonels onder het Franco-regime. Later senator. Was een extreem machtige man op het eiland. En die had ooit tegen mijn moeder gezegd, jij komt nooit met mijn kleinkinderen dit eiland af. Ben ik duidelijk. Dus wij zijn met valse papieren onder valse voorwenselen weggesnikt. Wat ik daarmee wil zeggen is, als je nou een beetje lief doet voor de mensen die er net nu bij komen, misschien hou je er een leuk avondje entertainment aan over. Je weet het niet. Dankjewel. Ik had een plan. Deze reddingsvesten gaan we naar Syrië sturen. En ik dacht, waarom zetten we er niet gewoon iets op? Ik heb hier een stift. Ik heb daarachter nog meer stiften.
Wie wil er hier iets opzetten? Je mag alles erop zetten, hè? Van de PVV-rules en pleur me lekker op. Tot aan welkom. Nou, kom maar, kom maar. Het lijkt mij fantastisch dat we er gewoon allemaal iets opzetten. En dan zorg ik dat ze in Syrië aankomen. Ja? Kom op, kom, 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 kom. Dan kom je nog in beeld. Kom maar. Hier, geef die mensen een applaus. Kom maar. Nou, en dan laat ik je achter met deze mensen op het toneel. Hoi! Doing what I can.